Goedendag iedereen, op deze 9 juni 2020. Ik ben hier op de locatie Kapellebrug, die afhangt van de gemeente Hulst, Zeeland, Nederland. Ik ga nu richting grensgebied met België. En ook nog altijd dus momenteel druk verkeer richting Hulst. En ook aansluitend natuurlijk met richting Terneuzen of Kloosterzande. Hier ook zo pas de lijnbus die voorbij gegaan is. Dus de lijnbus komende uit België richting Hulst busstation. Dan even verder hier dus richting van grensgebied met België heb je dus nog de pompstationen. Een stuk duurder momenteel dan in België. Dus hier bijvoorbeeld benzine €1,45 en bij de Shell €1,52. En uiteindelijk terug het rondpunt hier met even verder de grensovergang naar België, dus richting Stekene of aan de linkerkant richting Sint-Gilles-Waas. Ja, zoals iedereen weet, de borden met de markering enkel essentieel verkeer toegelaten staan er al een tijdje niet meer. Maar in principe had de grens dus volledig open de 15e juni. Men ziet ook wel dus duidelijk meer drukte momenteel hier aan de grensovergang. Zowel richting België als binnenkomend verkeer richting Nederland. Hier ook nog even de afstanden, dus Hulst 4 kilometer. Kapellebrug natuurlijk hangt af van Hulst, maar laten we zeggen Hulst Centrum. En Sint-Niklaas, linkerkant, 12 kilometer. Dus ik zeg, het is een druk kruispunt, maar komt er van alle kanten. Ook even van Sint-Gilles-Waas, dan even hier het rondpunt en verder naar Stekene. Ik zag hier ook terug een prachtig beeld, dus van het eindpunt Kapellebrug met rechtstreeks de ingang België Stekene en ook aankomst van de bus 42 Sint-Niklaasmarkt richting Hulst. Gemiddeld reis je 45 minuten met de lijnbus tot Hulst busstation. Men ziet nu wel dat deze bus niet rechtdoor hier gaat, want die heeft ook een bepaalde route. Het is namelijk zo, dus de bussen 20, 43 en dus 42, 22 dus, 43 en 42 rijden naar Hulst busstation. Maar sommige bussen gaan wel even langs de Sint-Gilles-Waas en andere slaan even in langs de Sint-Jansteen. Dus je hebt eigenlijk nooit een bus die rechtstreeks, laten we zeggen, de baan rechtdoor volgt en direct naar Hulst busstation gaat. Je ziet de drukte momenteel hier. Dus het is terug een druk rondpunt zoals we die kennen van altijd. Hè? Dus we mag nog even verder gaan.
Voilà, nu gaan we feitelijk België binnen. Je ziet de drukte van het vrachtverkeer, maar die was er al altijd. Dat was ook toegestaan. Het vrachtverkeer mocht er altijd wel door. Hier stond de grenspost van deze kanten. Dus ook te zien op vorige video's. En dan even verder hier de markering Vlaanderen. Bepaalde plaatsen staat er wel nog een bord, letterlijk België en dan Vlaanderen. Dus hier bijvoorbeeld is het direct dit bord, Vlaanderen. Het is een zeer drukke route richting Stekenen. Ook mogelijkheid met de fiets te gaan. Maar ik zag ook, aan de linkerkant heb je de oude spoorwegbaan. Die toch wel een gemakkelijker toegang heeft tot het verder rijden. Dus ik ga nog even gaan naar de oude spoorwegbaan. Dus voor de oude spoorwegbaan gewoon even de baan over. Ja, ik heb juist een moment dat er geen verkeer is. Dus ik ga nog even terug. Grensgebied hier terug België met Nederland. En ik ga dus naar de rechterkant gaan. Sint-Gilles-Waas, om te komen aan de oude spoorwegbaan. Hier heb je ook, zoals je kan zien, een halte van de lijn, dus de 42. Dus dat is deze halte van de bus, dus de bus die daar net voorbij gekomen is. Die het rondpunt deed en dus die terugkeerde, maar dus die gaat wel degelijk naar Hulst. Nee, het is dus namelijk zo, die bus rijdt even Kapellebrug binnen, enkele meters, en dan gaat hij zijn tour gaan doen. En eindigt hij dus aan Hulst busstation. Zoals je kan zien, de drukte is terug normaal hier. Ik zeg, de mensen gaan richting België, komen ook Nederland binnen. Dus in de praktijk, ja, is er gewoon niets meer te merken van enige grens, laat ons zeggen. Dus hier ben ik op de locatie van Sint-Gilles-Waas. Dus hier ook de halte van de bus. Dus hier is de bus 22. Dus deze bus komt ook van Hulst, maar die gaat even langs hier. En tijdens de voorbije 2,5 maanden, laat ons zeggen, reed de bus enkel maar tot hier. Dus de mensen die naar Hulst moesten gaan, moesten dus hier afstappen en die 5 kilometer te voet doen. Tot Hulst of ook omgekeerd. Dat was ook natuurlijk een grote moeilijkheid voor mensen die toch even naar België moesten gaan voor verplichtingen. Had je dus wel die 5 kilometer iedere keer te doen met de fiets of de voet. Maar dus hier even verder. Ik spreek dan wel van de mensen die dus volledig afhangen van het openbaar vervoer. Als je geen auto hebt, hang je af van deze lijnbus. Vooral nu ga ik verder naar de oude spoorwegbaan.
Zo even verder kom je dus aan de klingen van die afhangt van Sint-Gilles-Waas. Dus feitelijk, men heeft de Belgische de klingen en ook de Nederlandse de klingen. Nee, dat grenst feitelijk aan elkaar. En dan ook even verder. Ja, men is natuurlijk al in België, maar daar staat ook opnieuw een bord met Vlaanderen. Zie hier dus even verder terug. Dus hier de markering. Dus je ziet het grensgebied feitelijk is daar aan dat rond punt. Maar het is gewoon, ik zeg, als er daar geen grenspost staat, je zou zelf niet meer weten waar dat de grens is. Dus hier ook opnieuw de haltes van de lijnbus. Ja, het is ook een lastige regio hier, want die bussen van de lijn, die rijden maar ook één keer per uur, want dat zijn dus grenzenbussen. Laat ons zeggen, als je vertrekt vanuit de Hulst, de vroegste om 7 uur, dan even om 8 uur en dan is het ook onmiddellijk al 10:30. En zo verder toch wel tot een laatste, dacht ik, 20 uur. 7 uur of 20 uur is de laatste bus, maar die rijden dus wel 7 op 7. Je hebt natuurlijk ook wel bussen die gaan tot deze locatie van de lijn vanuit Sint-Niklaas, maar dat zijn terug de gewone bussen, dat je meestal 3 per uur hebt. Maar die zijn wel nog even verder, dus meer aan de richting van Sint-Niklaas. Van hier ben ik aan de basisschool De Bron. Kleuter- en lager onderwijs. En dus vlak over de basisschool heb je dus de oude spoorwegbaan. Ik ga hem eens even nader bezoeken. Zoals je ziet hier, er staat hier al een trein, een spoorlijn. Zo voor de mensen die de streek niet kennen, je zou kunnen denken van ik zal weer even een treinritje nemen naar Hulst. Het is wel een feit. De oude spoorwegbaan is verbonden met Hulst. Dus dat maakt als je dus volledig rechtdoor gaat door het bos daar, ben je in Hulst. Dus dat is nog een stuk, laten we zeggen, een museum van een lijn dus die er vroeger was. Dus daardoor ook de oude spoorwegbaan. Het perron, de spoorweg. Dus wat is er nu veranderd? Allee, dat is al lang zo. Dus langs deze route hier door het bos, fietsroute, gaat hier nog een zestal kilometer. En kom je aan bijna de binnenstad van Hulst. Ik zeg, je komt dan de ring van Hulst. Dan moet je nog even een anderhalve kilometer verder en ben je aan de binnenstad. En dus de andere kant, vanaf hier, doe je ongeveer nog een 9 à 10 kilometer en kom je aan in Sint-Niklaas. Vraag dus ook hier volledig rechtdoor. En men heeft hier ook nu een zicht op een lijnbus. Ik dacht de nummer 21. Ziet, dat is een lijnbus. Dus een stadsbus die komt tot hier, maar natuurlijk niet gaat naar Hulst. Dus hier volledig rechtdoor. Ik zeg het nog een keer. Normaal is dat drie kwartier, laat ons zeggen. Het is 15 kilometer van Hulst, van de rand van Hulst tot Sint-Niklaas. Dus dat is als je gewoon fietst een drie kwartier en je bent dus in Sint-Niklaas. Het is ook de moeite van het hier te komen bezoeken. Ik zeg, je hebt hier ook veel informatie. En hier is er ook wel informatie. De verdwenen spoorlijn Mechelen-Terneuzen. Het is ook zo, in Terneuzen is er ook nog een spoorlijn verbonden met Gent-Sint-Pieters, dacht ik. Dus deze spoorlijn wordt gebruikt voor goederentransport.
maar nog steeds niet voor passagiersvervoer. En dat is ook een van de veranderingen die zou moeten komen, laten we zeggen, voor Terneuzen en voor de regio van Zeeland, dat men terug de trein kan nemen richting Gent. Ik zeg nogmaals, men heeft volledig geen transport buiten de lokale bus daar van Connexxion of de lijnbus. Hier heb je ook wel nog een foto. Hier de Klinge grenspost. Ik heb ook wel nog de grenzen meegemaakt. Ik zeg, vroeger ging men naar Nederland voor het kopen van bijvoorbeeld boter, bicelboter. En dan natuurlijk, als je aan die Hollandse grenspost kwam, was dat direct, die Belgisch-Nederlandse grenspost, heb je iets aan te geven. Hè? En dat was dan zo van, ja, ik zeg, dat was ook een beetje zoals nu, dat mensen toch grote voorraden kochten van boter en kaas en zo verder. Ik zeg, alleszins de moeite van het hier te komen bezoeken. De voormalige spoorwegbaan. Het kan met de fiets. Ik zeg, als je uit Sint-Niklaas komt, je komt hier langs, je stopt hier even. En dan hier ook aansluitend heb je een zaak. Oude Statie. Ook met veel ruimte hier om te zitten en zo. Dus een leuke plaats. En dan ook nog hier. Over de klompen. Je kan hier ook scannen de QR-code om het te ontdekken. Dus ook voor meer informatie. En dan hier dus recht over de route naar Sint-Niklaas. Het is een geweldige route, altijd maar rechtdoor. Dan heb je af en toe een keer een overgang. En je komt dus aan het grote postkantoor van Sint-Niklaas. En je bent dus amper op een honderdtal meter van het station van Sint-Niklaas. En dus hier ook opnieuw hier een lijnbus. Ik zeg, die zijn wel 3 keer per uur. De lijn 21 richting Sint-Niklaas. Hier ook de markering Sint-Niklaas en dus Sint-Gilles Waas Centrum verder naar rechts. Dan hier rechtover heb je de Klinge Centrum rechtdoor. En dus hier is dat de Buitenstraat. Zo. Ja, ik zou wel graag de trein willen nemen nu, een ticketje naar Hulst. Maar ik ben voorstander van het openbaar vervoer natuurlijk. Maar helaas kan het enkel met de fiets. Maar ik zeg, het is best leuk. Ik zal even de route doen van hier tot Hulst. Hier recht voor ons terug de oude spoorwegbaan. Dan de horecazaak, daar de oude statie. En terug hier de locatie. Ik zeg, het is bijzonder mooi van vroeger hier te zien, nog de bareel, de aanduiding van trein. Dus ik ga nu naar de rechterkant, richting Hulst terug. Als je dus gaat richting van Sint-Niklaas,
heb je meestal een betonnen fietspad. Ik zeg hier even, de richting van Hulst tot bijna Hulst is het vaak een bosweg, een verharde weg. Maar bon, de sfeer om naar Sint-Niklaas te gaan is idem. Je bent zo in de weide, je hebt geen last van voertuigen. Dus dan hier even verder komt men aan de douanepost. Dus je kan het hier ook nog zien. Zo, het staat hier nog duidelijk. Douane. Dus opnieuw een grensovergang. België-Nederland. Dus ik zeg nogmaals, dat stukje hier is echt puur bosgebied. Het is ook wel een vervelend stuk als je naar Sint-Niklaas wil gaan vroeg in de morgen, vooral in de winter, dan ben je hier wel volledig zonder verlichting. Dat is ook wel handig dan even verder te gaan via Kapellebrug en dan even later de route te nemen naar Sint-Niklaas. En hier ook een prachtig van een natuurgebied. Ook om te bezoeken, te wandelen. Zo, beste mensen, welkom in Nederland. Zoals ik vertelde, hier is het wel een verharde weg. Maar het is wel meer geschikt voor een mountainbike. En niet voor de gewone stadsfiets. Dus je ziet, het is een prachtige vrije tijdsroute, maar ook wel een nuttige route voor iemand die dus regelmatig in Sint-Niklaas moet zijn. Maar opnieuw, je moet wel de route doen in de dag. Ik zeg, bij donkerte hier zie je absoluut niets. Ik zeg, voor de liefhebbers van de natuur en zo, het is gewoon een pracht van een route. Merk je natuurlijk wel vlug dat je in Zeeland bent. Ik zeg de brede landschappen. En dus ook hier de eerste wegmarkeringen. Dus hier 2 kilometer van Hulst. Alleen men is al op het gebied van, laat ons zeggen, de andere kant Kapellebrug. Maar dus Hulst, laat ons zeggen, stad 2 kilometer. En de Klinge, Belgische De Klinge, ook 2 kilometer. Ziet, de route wordt ook gebruikt voor jogging. Ik zeg, het is echt ideaal hier de streek. Dus nu ook terug de mogelijkheid, hier naar links, volledig rechtdoor, aan de linkerkant, ingang, Kapellebrug. Dus ook de mogelijkheid aan de rechterkant, naast de N290 richting Hulst. Ofwel gewoon hier rechtdoor, verder die route te doen. En dan kom je praktisch aan de buitenzijde van de binnenstad. Dus hier is dat de Molenstraat, dus om verder te gaan richting België. En dan hier de Waterstraat. Dus via de Waterstraat heb je dus wel een verharde baan hier. Kan je ook even verder. Ofwel door, ik zal wel even het binnenpad nemen.
Dus het pad die verder loopt van die oude spoorwegbaan. Dus hier heb je wel een redelijke goede fietspad. Ja, de mountain bike opnieuw is wel beter geschikt voor dergelijke wegen. Even verder kom je terug, volledig in een bosgebied. Zoals je ziet hier ook de andere kant, ik zeg, je bent terug volledig in de bossen. Dan even verder heb je ook hier wat informatie, spoorbaan Hulst-Sint-Niklaas. De eerste trein reed hier al van 10 april 1871 en maakte onderdeel uit van de spoorlijn 54 Mechelen-Terneuzen. Dat is wel zeer interessant hier. Ja, 1975 is het goederentransport opgegeven. Dus nu is het, zoals we weten, de groene fietsroute tussen Sint-Niklaas en Hulst. Zoals je ziet hier, gezegd, de mountainbike kan tegen de putten en zo. Allee, als je dat vlot naar Sint-Niklaas gaat, maar in principe, ja, als je op je gemak rijdt, laat ons zeggen, is het een kleine uur. Hè? Bijna. Ja, en dan hier aan de linkerkant kom je aan de eerste woonblok, laten we zeggen, van Hulst. Dus hier het bekende Wittebrug. Dus ook nog even hier de aanduiding voormalige spoorlijn Sint-Niklaas-Hulst. Dus hier het woonblok, dus de mogelijkheid rechtdoor naar rechts, richting Stationsplein of richting binnenstad Hulst. En dus ook wel nog de mogelijkheid om hier verder te gaan, maar hier is dus wel een wandelroute. Dus dan wel even langs deze kanten. Dus en feitelijk ben je nu hier op de fietsering, als je wilt, van Hulst. Hé. Met de Koolstraat, even verder aan de linkerkant richting busstation. En dus deze kanten richting centrum Hulst. En aan de linkerkant, beste mensen, de lijnbus. Dus de lijnbus 22, komende van Sint-Niklaas. Dus hier volgt zijn route
naar Hulst busstation. Het is ongeveer een tiental minuten met de fiets, ja, te voet. Ik had het al even gezegd, een 25-tal minuten naar het busstation. Omdat dus deze lijnbus, dus die binnenkomt vanuit de Kapellebrug, geen extra halte heeft. Dat is nog altijd een onderwerp die misschien zal opgelost komen in de toekomst als er dus een extra afstaphalte kan komen hier. Omstreeks hier dat rondpunt, want aan de rechterkant ben je direct naar de binnenstad. Hier nog even tonen, dus zoals je ziet. Ik zeg even rechtdoor hier, en je bent aan de, ja, de ingang van de stad via de Gentse Poort op de linkerkant het stationsplein. En dat zou natuurlijk bijzonder interessant maken als die bus toch wel even nog een extra halte zou hebben die dicht bij het stationsplein gelegen is. Hier aan de rechterkant nog een zicht op die witte brug. Het is een woonwijk die ook aan het uitbreiden is. Hier is toch wel een stuk die verder bijgebouwd wordt. En dan heb je ook diverse woonwijken hier links, even buiten de binnenstad. Dan natuurlijk ook Sint-Jansteen, op enkele kilometers. En aan de rechterkant het Nederlandse De Klinge, op een vijftal kilometer. Vooral nog even tot het plaatje van Hulst. Vlak hier aankomst van der Maal Stedenweg. En einde van deze film, beste mensen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En nog veel plezier met het bekijken van mijn video's. Tot later.